Sean Mixon, meer bekend als Saya, vindt dat de autoriteiten weer vluchten vanuit Haiti kunnen toestaan. Ik vraag niet veel, tenminste één vlucht, zodat de mensen hun familie kunnen komen zien in Suriname. De zakenman is teleurgesteld in de autoriteiten omdat zij zich niet aan de afspraken hebben gehouden die zij voor de verkiezingen hebben gemaakt met de Haitiaanse gemeenschap. Dan met president Lukwan Fassi, mijn accent lekwataki, bepaar wet moest kenki, Lukwan mijn actie de mataki, vlek moest vleetak à la day, vlek moest vleetak à la wiki, if à la lazy de mama kwam vlek. Tak yu sabi famiri, ima goluku famiri, ima kombaka, uma fodel suma sa itanja, mak santeken, en ching of empa, dor asiki was tabe nobu, dat me akti prezen fudu. En dat mino shitak no mulek dengas, sa no mangdu. Mino akti dema ten tin flek ana fake tin flek per week, no? Mino akti dema sanati, ma uan flek, alin fu, yep 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 de suma. Sean snapt niet waarom de autoriteiten niet met een gepaste uitleg komen over de stopzetting van de vluchten uit Haiti. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zei eerder deze week aan journalisten dat hij begrip heeft voor de ontevredenheid van de Haitiaanse gemeenschap. De minister zegt dat de overheid nog tijd nodig heeft om zaken op orde te stellen. Ik begrijp de problematiek. Ik heb ook graag liever dat we vrij kunnen reizen en vrij kunnen bewegen. Maar ik kan u zeggen, wij hebben ook een verantwoordelijkheid naar de Surinaamse samenleving in totaliteit. We willen niet dat we een situatie creëren waarbij personen, laat me niet over Haitianen alleen praten, maar in het algemeen personen komen die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen zijn. Ik zeg niet dat het geval is met de Haitianen, maar we willen wel ervoor zorgen dat de juiste regelgeving er is. We willen ook niet een situatie waarbij jonge kinderen hier worden gebracht en in een illegaal circuit terechtkomen. Ik zeg niet dat het zo is, maar daarvoor is regelgeving nodig. En die regelgeving wordt nu opgesteld door een technisch team van verschillende ministeries. Ze zijn vandaag begonnen en ze gaan binnen een week de nodige regels opstellen. Ramdien zegt dat de regering eerst regelgeving in orde moet maken. Daarna zal beslist worden wie naar Suriname mag afreizen. De besluiten zullen vooral vanuit het medisch oogpunt genomen worden. De bewindsman vraagt de gemeenschap nog wat geduld om de zaken in orde te maken.